Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Deze aflevering gaan we weer verder met sterren vinden in de galaxy. De aflevering start, of de tijd start nu! In de aflevering, de tijd start nu. Kleine achtersprong. Ik ben trouwens met Sander van Gaming SB. Wat? Ik ben trouwens met Sander van Gaming SB. Ja, dat hadden ze al kunnen zien. Dat klopt, ja. Maar Sander, Jij had het net over, doe jij wel eens met voorstukjes, hè? Dat doe ik heel vaak. Maar weet je wat je eigenlijk sinds deze serie niet meer doet? Nou? Van die gekke introotjes. Nou. Nee, niet. Ja, nee, maar dat gaat niet zo makkelijk. Omdat ik nu met de Switch ben, zeg maar. Ja, precies. Dus eigenlijk moeten we alleen nog maar Switch games gaan opnemen. Minder. Nou, ik ben wel van plan, en dat mogen de kijkers wel weten, om weer eens een iets met Black and White weer eens te gaan doen misschien. Ik weet niet of jij dat ook wil horen. Maar ik heb die game al zo lang niet meer gewoon helemaal gespeeld, zeg maar. Ja, ik heb de Black Master Mode natuurlijk. Ik wil 2 wel nog heel graag een keer doen, want die heb ik nooit gespeeld. En die hebben wij heel kort gespeeld, omdat toen wilden we Cage Lock doen. Maar, spoiler, je krijgt echt maar 3 encounters in de eerste 2 gyms of zo. Daarom moeten we er misschien ook gewoon weer een avatar log van maken. Ja. Want dan kan je meer encounters doen. Ja, precies. Dus dat is een dingetje. Mm-hmm. Maar deze serie verloopt nog niet af. Ik heb echt heel erg veel zin in Odyssey. Ja? Ja, want die game die heb ik maar 1 keer gespeeld. En die game is gewoon fucking vet. Ik heb die game ook maar 1 keer gespeeld. Mm-hmm. Ah, in principe heb ik dat natuurlijk met Sunshine ook. Dus voor het feit dat het mijn 2e playthrough was, op een schaal van 1 tot 10, hoe ging het? Oké. Ja, kijk, weet je, Sunshine heb ik echt ontelbare keer gespeeld. Echt super vaak. Maar ja, dat ging... Ik bedoel, 11 afleveringen. Ik ga niet zeggen dat het ultra weinig is, maar het is wel ultra weinig. Het ging wel... Nu zei ik het toch, shit. Maar dat komt ook omdat we deze games natuurlijk nu spelen met het feit dat we alleen maar gewoon de final boss moeten verslaan. Dus... Normaal zou ik namelijk alle extra sterren in Delfino Plaza, want dat zijn best wel leuke sterren, zou ik ook gewoon allemaal doen. Maar ja, dat doe ik nu niet, want het is niet nodig. Tijd efficiëntie. Ja, en ik moet natuurlijk winning. Nou, dan hoef je al niet meer je best te doen. Ik sta zo ver achter. Oké. Heb je wat van die Buddha Billings voor mij? Dat zou ik wel zien vinden. Oké, ze gaan sowieso niet tussendoor. Nee. Ah, misschien die achterste. Nee, ik ga door. Zo. Ik heb zo'n ster. Die ziet mij helemaal niet. Yo, Buddha Billing. Buddha Billing. Can I have the Buddha Billings, please? Nee. Yo, weet je wat ik ga doen? Deze ster oppakken. Kabooming! Lekker bezig ging ze aan de ring. Ja. Nou, dat mag ook wel. Waarom kom ik nou weer hier? Ik wil gewoon verder met de game. Met de Gimma. Dat had ik dus vorige aflevering. Dat je naar bij Rosalina komt en dan gaan ze cool doen. Yo, dat was een helemaal zo'n komeet. Ik weet niet meer wat de prankster is. Ik zou zeggen, probeer het. Nee. Kijk, de Speedy Comets, die zou ik wel proberen. Net als wat ik voor de aflevering ook al zei. Dat is gewoon gunstig, want je moet hem toch op tijd doen en dan... Dan ga je haasten en dat is op zich wel mooi in een race. Als je niet rustig aandoet wat ik wel doe. Op zich, hè? Ik ben ook echt niet aan het focussen op snelheid of zo. Want als je te veel focust op snelheid, tenminste dat heb ik, dan gaat het bij mij juist altijd fout. Ik heb nergens last van. Ik doe best wel veel op snelheid. Ja?
ik merk dan juist hele domme fouten omdat ik dan te ongeduldig ben. Dus ik probeer het wel een beetje chill mode te spelen, maar wel met een beetje vaart, zeg maar. Gewoon niet heel erg focussen. Ja, die straftijd die je hebt, die is nog wel in te halen. Nou, het is wel veel. Het is wel veel, ja. Weet je ook hoeveel? Te veel. Ja. Dat klopt. Ik wist het. Nou, maar het gaat dan natuurlijk allemaal om wat er in Odyssey gebeurt, zeg maar. Want daar is gewoon... Ja? Ja, nee, trouwens, bij Odyssey is het ook gewoon... hoeveel manen je dan achterloopt. Alleen met... Ja, maar bij Odyssey heb je natuurlijk wel veel meer. Dus het is makkelijker. Odyssey is eigenlijk de doorslaggevende. Ja. Aan de andere kant, ja, als je hier alles hebt verloren. Nou, ik weet niet. Bij Odyssey heb je echt 800 of zo. En misschien 500 die je moet. Die je echt moet, valt wel mee, hoor. Oh. Ik weet niet, ik heb echt gewoon zin in die game of zo. Ook omdat die game zo mooi is, naar mijn mening. Ah, kijk, dat moest ik hebben. Kom op. Toen dan, ja, dank je. Ik denk, doe het zelf maar eventjes. Nou, oh, wacht. Ik moet eerst met die guy praten. Kan dat niet als je ster bent? Meen je dat? Nee, je kan niet met mensen praten als je een ster bent. Maar ik ben altijd zo'n ster. Hoe doen we dat dan? Ik ben een superster, een rockster. Je bent mijn beste vriend. Oké. Okay. Hoe gaat dat liedje? Ik kan ook niks aan doen. Leeching. Leeching. Van Aliving. Dat kent Sue maar al te goed. Dat klopt, hè. In nieuwe generations schijnt die aanval trouwens helemaal niet zo heel slecht te zijn, heb ik wel eens gehoord. In? Ik denk, dat is toch de slechtste aanval op de in Werewolf. Nieuwe generations. Nee. Leech Life wordt volgens mij best wel veel gebruikt competitive ook. Ja, terwijl. Vroeger was al... altijd echt trash. Trash Bandicoot. Nee, hoezo ben ik hier weer? Omdat jij zo'n loserboy bent. Nah. Hoe activeer je dat die bommen aangaan dan? Gooien? Oh, je moet eerst tegen die garbage dump mevrouw praten. Oh, jij gaat dus voor de Secret Star. Jawel, dat is de Secret Star. Die hoef je niet te doen. Je mag hem wel doen, maar die hoef je niet te doen. Elke Hungry Luma die je voert, zeg maar, is een Secret Star. Oh, dan had ik dus ook gewoon verder gekund. Maar... ik doe het nu al, dus weird. Kom op, als ze nou eventjes in tijd... oh! Nee, er zit nog één leeg. Oh, wat zonde dit. Ja. Ga je ook meteen dood? Oh, dat niet. Ja, ik wil alles opblowen voor jou. Zo ben ik. Magische berries. Yo, ga je nou haat op, bitch? Zo mijn inkomstenbron. Waar de fuck haal jij haten vandaan? Je zei toch vieze bitties? Nee, ik zei magische berries. Oh. Ah, dat verklaart nou. Jij hoort alleen maar dingen die je wil horen, hè? Vuile berries. Nee. Ja. Oké, mevrouw, ik kan dit. Waarom gaat het elke keer fout? Omdat je het niet kan.
Because nee, you're leaguing. Nee, ik kan dit echt waar. Ik swearing jou. Are you swearing me? I swearing on my leaving. Jouw leaving? Ja, dat kibooming. Is vervelend. Oh, die gaat sowieso niet af. Oké, okay. Oh, die gaat sowieso niet die killen. Oh, dit soort levels, ja. Dit had een hele snelle kunnen zijn, als ik het gewoon in één keer goed deed. Nu ben ik te ver. I'm in too deep. Zeg maar, die. Oké. Okay. Ja, dat heb ik nu last van. Heb je wel vaker last van dat je ergens te diep in bent? Nee. Nee, dat dacht ik al. Wat slecht. Dit is een beetje Paddy's humor. Dat klopt in. Hoor je in? Dit meen je. Oh, ik haat mijn leven echt. Ja, weet je wat? Wat is er mis met je leving? Nou, dit had een hele makkelijke ster kunnen zijn. Maar ik verneuk het. Echt al voor de vijfde keer. Je gaat echt 5 sterren inlopen zo. Jezus. Heel ziek. Nee. Voor mij is het best ziek hoor. Hey, ga dan lopen, Mario. Oké. Okay. Oh. Hij gooit hem ook niet zoals ik denk dat hij gooit. Hoe dan? Very setting. Ja, voor mij wel, ja. Voor jou niet. Voor jou is alles leuk. Voor mij is alles keikoel. Boom. Nou, je kunt ze ook gewoon nog een keer oppakken. Nee, oké. Okay. Dat wist ik. Moet ik de hele tijd tegen die chick praten? Die oma. De ijzeren oma. Ik weet niet of het per se een oma is. Nou, het ziet er best wel uit als een oma. Are you oma shaming? Hoezo? Ik zeg toch niet dat er iets mis mee is dat het een oma is? Nee. Dus eigenlijk ben jij je oma. Je noemt haar gewoon oud, hè? Dat is very gevoelig. Misschien is ze wel een hele jonge oma. Misschien had zij al toen ze 16 was een kind. En haar daar dochter ook toen ze 16 over. Was. Daar heb ik wel een mening over. Dus toen zij 32 was, was ze al oma. Dat kan hoor. Ja, dat kan. Oh, nee, dat meen je. Ja, waarom gaat die bom dan ook niet af? Wat kut dit. Nou. Sandring, je bent niet zo goed in gaming. Oh, dit hoort makkelijke ster te zijn. Hé, hey, ik druk op A. Tak, ja. Hè? Ja, weet ik. Ik weet hoe het werkt. Je hebt dat echt al 5 keer. Yo. Yo, yoghurt. Ja, even niet. Yo, yoghurt. Moet je ontdekken. Paula's yoghurt met vruchtvlekking. Yo, is dat Engels? Ja. Ik mag ook wel een keer. Kom op. Ga af. Ga af, bom. Je hebt 4 seconden om af te zijn. Ah, hè. Yo, ik heb 1 hele ster. Ik ben trotting op je. Nou, ik niet. Nee, ik ook niet. Waarom zeg je het dan? Nou, omdat ik gewoon een beetje fun in je lijd wil. En niet de hele tijd dat gesalt en gezeik. Nah. He leaking? Niet te verwarren met leaking. Dat is iets heel anders. Ja, dat wil ik niet horen hier. Niets aan nee, mag ik niet schrijven. Je mag ook niks tegenvoeden. Dat wel. Vroeger was alles beter. Beter in trouwens. Heb je ooit, ik weet niet of dat een beetje voor jouw tijd was, maar hot nieuws gezien? Nee. Dat was op Fox Kids in. Fox Kids ken ik wel.
Maar ik ken het langst heb ik Jetix gekend, zeg maar. Yes. Dat is waar ik al het Totally Spies en zo op volgde. En dat was eigenlijk de OG. Dat klopt, ja. Voor mij. Ah, nee, oh, dat is niet, nee, niet de OG, maar dat is wel de meest bekende voor mij. Ja. Dus oké, ik heb geen idee wat ik moet doen eigenlijk. Kut, ik ging zo dom dood. Hey, je hebt gewoon checkpoints in deze game, what the fuck? Ja, heb je checkpoints? Mm-hmm. Tenminste in dit level wel. Dat is wel zeker. Oh, ik... Wauw, ik ben nu 3 keer in een hele korte tijd dood gegaan. Ik vind deze besturing echt zo raar. Oh, ik heb hem wel. Okay, je kan het, Sander, ik geloof in je. Vaak ik dat wel niet heb gezegd in de serie die wij deden. En je doet er nooit op mee. Oké, dat zijn van die bitties. Star bitties, kabooming. Hoezo haat je op bit? Wat? Ik haat helemaal niet. Nee, nou, zo ging het dus, net, zo raar, zo ging het dus net ook bij mij. Jij bent echt zo gemeen aan het doen. Je bent maar aan het framing, hè? Ja, weet nou, je dat het illegaling is? Wat, framing? Nou, wat nou als ik mijn foto's op wil hangen? Nou, kan me niks schelen. Hebben wij een Nederlands woord voor framing? Erin luizen? Maar dat is niet ja, het één woord. Ja, erin luizen. Dat is wel een soort van het woord wat je zoekt. Nou, dat is niet echt één woord, vind ik. Luizing. Erin luizing. Pak hem. Ja, dank je. Nee, switch. Oh ja. Nou, hij is ook voor de Wii uitgekomen, dus niet haten. Dat klopt, ja, helaas in Welling. Nee, toen was gewoon echt een epische game. Toen wel. Nog steeds wel, maar niet zo episch als andere Mario games. Wel epischer dan 64, wel. Nou zet je de bar wel heel erg laag. Dat weet je. Ja, maar er zijn geen vettere, maar of geen andere Mario games waar deze game vetter dan is. Geen 3D games dan, zeg maar. Nee, ik denk dat ik zelf trouwens ook dingen leuk vind. 2. Vind je Odyssey ook leuker ja, dan 2? Ja, Odyssey is mijn 2 na favoriete. Echt? Oh, ja, dat ging niet zo. Easy zelfs. Ik had verwacht op 1 Mist Sunshine. Ja, Sunshine 1 en Odyssey 2. En dan Galaxy maakt me eigenlijk niet zoveel uit, 1 of 2. Ja, ik denk dat ik 2 trouwens wel leuker vind dan 1. 2 heb je ook nieuw power. Ja, in deze game ook met de beam. Maar ik vond die rock power altijd wel vet. Ja, en dat wolkje. En dat wolkje, ja. Is dat ook 2? Denk ik wel. Ik dacht dat zelfs dat de rock... De rock of de boor is 1. Dan zat de boor. Ja, de boor. Maar ja, dat is ook... dat is ook 2, denk ik. De boor is 2, ja. Bowser, je kan de team striking. Too bad. Dat is zeker too bad. Oh, dit is zonde. Try again. Ja, sowieso. Oh nee, dit is wel aan het begin. Oh, dit is echt zonde. Ik ging best wel speedy. Kijk, dit bedoel ik. Als ik te snel wil, dan krijg je dat soort dingen. Easy win, boys. Ja, weet ik. Weg met je kut, Bowser Ring. De kant op die ik wil dat jij oploopt. Dat is niet de kant die ik wil dat je oploopt. Kabooming. Nee, kabooming. Ja, oké. Oké, ja. Grabbing. De ding heen. Oké, hier had ik de vorige keer tijd verloren. Maar dat gaan we nu niet doen.
Oké. Okay. Booming. Oké, okay, dat ging best snel. Ja, ging best snel. Ja, ik ben voor mij trots op je zendering. Nog 5 minuten in. Nou, ik moet deze sowieso binnen 5 minuten halen, dus dat is mooi. Kan ik hierna sowieso nog eentje doen. Oké. Okay. Hoeveel sterren zit je nu? Weet ik niet. Maar ga ik ook niet kijken, want ik zit midden in een speedy, man. Oké. Nou, die combi hoef je niet eens te bevrijden. Dit was echt zonde, man. Ik hoefde zo net alleen... Ik deed precies dezelfde speedy one. Ik hoefde alleen de ster nog te pakken. Maar toen ging ik dus te ongeduldig. En toen had ik de ster niet. Dat is niet handy game. Nee, dat weet ik. Hoe kan daar een nieuwe zijn? Dat vind ik wel raar. Dat weet ik niet. Ik ga wel kijken. Dat is op zich wel handig. Heb je ook wel eens dat je iets tussen je tanden hebt en dat het fucking kut is? Ja. Nice. Ik ook. Weasel-ing. Zoals ik het in het Engels zou zeggen. Oh ja, ik heb wel een nieuwe hier. Nice. De Hurry Scurry Galaxy Ing. Dat kan ik beter doen. Dan ben ik toch al op de weg terug. Dus dan... Kan dat? Ja, dat kan. Oké, okay, ik heb nog 1 minuut 20 over. Om de ster te pakken. En dan nog ga ik rushen. En dan nog ga ik dood waarschijnlijk straks weer. Dat klopt, ja. Nou. Doe eens lief. Snot aardig ging van mij doet hij niet. Spoiler, doet hij toch niet. Kabooming! Dat was een crazy ass kabooming. Crazy guy was het. Hoeveel tijd hebben we nog? Genoeg voor nog zo'n leveltje. Kaboom. 4 minuten. Oh, 4. Oh. Dat is misschien nog wel genoeg voor 2. Nee, niet voor 2. Discovered New Galaxy. Ja, leuk man. Oh, maar jij hebt dus al de Bowser helemaal gedaan? Ja, dat komt omdat ik vet lang zat te kloten met die ene. Natuurlijk. Ja. Want ik kan... Oh, ik kan die Bowser al gewoon. De vraag is, ga ik dat doen? Oh ja, dat is ook de enige die ik kan. Nevermind. Er was nog zo'n vraagteken. Ik denk, ik heb nu die unlocked. Vorige keer had ik daar ook echt compleet geen moeite mee, zeg maar. Toen ging ik alles zoveel mogelijk proberen te 100%, zeg maar. Ja. Dus toen heb ik helemaal niet doorgehad dat volgorde. Ja, precies. Daar kom ik echt goed uit mijn woorden. Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt en daar gaat het uiteindelijk om. Dat is wel waar, Ring. Nu rust je nog dat ik nog een level kan doen. Weet je nog dat je zei dat ik salty was? Vind je dat nog steeds? Nee. Precies. Vind je wel peppery? Pep? Guardiola. Zie. Ah, dat is niet grappig. Ik was net iets zo'n 3 minuten te laat met die grappen. Ja, dat klopt. Oh, het was een grab. Zie, ja. Nee, ja, die snap je waarschijnlijk niet. Omdat je een uur geleden iets gezegd had en ik daarop reageerde. Mm-hmm. Oh. Nee, Pep. En C. Oh, dag Pie. Dit bedoel ik. Als ik rush, dan gaat shit fout. Waarom ga ik ook rushen? Bubble Breeze Galaxy is nice, want dit is een kut level. Dus dan kan ik die mooi eventjes rustig op mijn mond. Oh, nee, maar die hoef je niet nu al te doen, hoor. Jawel. Nee, dat hoeft niet. Through the poison swamp. Boeie. Oké, voorzichtig Sander. Oké. Oh, please fireballs. Fireballs. Don't got me verneuking. Oké, fuck het extra leventje. We gaan... Jij niet in voor een extra leventje?
Nou, normaal gesproken wel, maar nu eventjes niet, want dat kost tijd. Tijd is om. Nou, dan had ik hem net zo goed wel kunnen pakken. Dat was dom. Dat was dom. Oeh, Mario, pas op. Misschien is het een tip om niet in het vuur te lopen. I set fire to the, rain. Watch it burn as I na na na. Eerlijk, ik vind Adele ook niet zo goed. Nou ja, ze heeft wel een goede stem. Ik hou alleen niet van de muziek. Ze heeft op zich wel een goede stem. Alleen ik vind haar stem niet mooi of zo. Ik weet niet, het is te zeurderig of zo. Ja, te zeikerig. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar ik geloof best dat zij de wereld kan heel... heel moois kan zingen, alleen... Hoor je de grap? Hoorde je ik hoorde hem. Ja. Vond je hem echt niet grappig? Jawel, hij was hartstikke leuk. Ja. Want dat was zo'n eng grapje. Ja. En dan bedoel ik niet eng van als in... Ah! Maar ja, eng als... scary grapje. Oh. Pak jezelf. Oh, nu pak ik mezelf. Ik weet dat ik mezelf dat als opdracht gaf. Of Mario eigenlijk, maar op zich was dat niet per se zo de bedoeling. Ik bedoel het eigenlijk tegen Bowsering. Bowsering? Draagt Bowsering? Kabooming. Kabooming. Lekker soundering. Nu moet jij op mij nog wachten. Twee keer. Nu moet ik op jou wachten. Of ben je nog niet klaar met je lijst? Nee, nog twee keer. Jesus. Ja, jij moet echt vaak op mij wachten. Dat is crazy. Kabooming. Bowser. Is in doding aan het gaan heen. Lekker bezig, gang. Nou ja, hierna moet ik hem sowieso nog een keer. Waar is Bowser? Want straks gaat hij stoppen met rolling. Oh, hij gaat stoppen met rolling. They see me rolling. Nou, dat ik zeker. Oké. Kabooming. Oké, als ik nu hier blijf staan, komt hij dan gewoon op me af? Ja. Nou, dat is simpel. Ik ga steeds achteraan lopen, maar volgens mij is dat gewoon helemaal niet logisch om te doen. Joh, dat loopt. Oh, dat deed pijn. Tip, wordt niet geraakt door Bowsering vuurballing. Dat is hating. Ja, daar kwam Mario ook achter zo net, door mijn fout. Oeh. Oeh, wel zo'n coin. Kijk, top. Hier blijven wachten. Kijk. Oh, ik moet nog een keer raken. En dat doet hij ook gewoon. Deze guy is zo slimming. Slimpy. Wacht, krijg je nu niet ook dat hij dan nog een vorm heeft? Nee, niet nog een vorm. Het is geen Giratina. Misschien is dat een ander. Ik kan maar. Misschien is dat de Final Boss dan. Dat zou wel kunnen, ja. Dat je ook zo'n soort battle hebt en dat je dan. Dat het lijkt alsof hij dood is en dan is hij niet dood. Ik heb zo'n Grand Star Trialing. Ik ben helemaal trotsing op jou, Ing. Ik ook. Toch nog iets bereid in deze aflevering. Dat betekent dat wij deze aflevering kunnen afsluiten, denk ik, of niet, Sander? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik jullie heel erg weer bij de volgende aflevering van Super Mario Generation. En je vond hem leuk? Laten we eerlijk zijn. Ja, hij was zeer zeker leuk. Ja, daarom. En Sandering moet je ook eventjes naar zijn kanaal toe. Die staat in de beschrijving. Adios, amigos, Ring. We'll be right back.